Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat vanuit het zuiden uit de bewolking aan het toenemen is. En in de loop van de namiddag en avond trekken vanuit België ook een aantal buien in het land in. Daarbij kan het ook omweren. Halverwege de avond is het zo'n 22 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vannacht komen ook nog een aantal buien voor, in eerste instantie mogelijk nog met onweer. Verder is er vrij veel bewolking, maar ook een paar opklaringen. Koelt af naar zo'n 17 of 18 graden. Morgen overdag hebben we opnieuw te maken met wolken en een beetje zon. En er trekken een aantal buien over het land, zeker later in de ochtend en in de middag. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden bij een vrij stevige zuidwestenwind. Ook zondag vallen talrijke buien, soms wat zon, graad of 21. Maandag valt het mee met de buigheid, maar dinsdag vallen opnieuw een flink aantal buien. Alle dagen ligt de middagtemperatuur zo tussen de 20 en 22 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl